Murtada. Murtada van het vierde jaar, ken jij die? Murtada, die Iraakse jongen van het vierde jaar. Nee, niet echt. Nee. Jullie weten niet wat Murtada is. Murtada? Die is ja, die altijd in de studio. Waar is hij? In altijd. Hoe konden zij dit begrijpen? Aan land gegaan toen ze huizen zagen? En afleidde dat daar mensen woonden, aan wie men een brood kon vragen, water, een bed, een bussel stro desnoods. Die wilden luisteren naar hun verhalen met geduldige oren en een warm oog. Maar welke god had deze wezens geschapen, die van hun angsten bewijzen vroegen, hun wanhoop afwezen op grond van artikel zoveel, die hun boot weer de storm injoegen? Hoe konden zij weten dat dit het deel van de wereld was dat zich zat had gegeten aan de tafels die zij waren ontvlucht? Hoe konden zij hopen het brood te zien breken? De huizen stonden verzadigd met volle vuilnisvaten, gestoord in hun rust en eisten dankbaarheid voor elke kruimel van hun beschaving, zich van geen schuld bewust. Die onder ons zijn en niet bestaan, omdat de stempels ontbreken, zijn niet onder ons, hoewel zij bestaan. Ik heb er één een slaapplaats gegeven, een man verminkt in eigen ogen, huidskleur mislukt, glimlach verdacht. Een man door zichzelf ingevuld als verwacht, tweedehands, overbodig, en toch uit op een leven. Zomaar, zonder reden, zonder bewijs te zijn opgejaagd, gemarteld, bedreigd met de dood. Alleen een vrouw en drie kinderen. De vrouw ziek, ver is ziek, daarop had hij gehoopt. Wij hadden weinig woorden, genoeg voor een bord, een bad, een bed voor de nacht. Woorden die onder ons niet bestonden, omdat er geen plaats meer voor was. Heel goed. Ik ga een goed punt halen. Ik denk dat ik hier meer mee leer dan jij.